Through our investigation in the Lifelines Corona study, I hope we can identify those who are most vulnerable during this pandemic and help provide evidence for public health practitioners and policymakers. Ik hou me juist bezig met de biologische kant van het coronavirus. Met behulp van de erfelijke informatie die we hebben van onze Lifelines deelnemers, begrijpen we steeds beter waarom sommige mensen ernstig ziek worden en anderen juist niet. This pandemic has radically changed the way we live, and although I think we may never fully return to the lifestyle as it was before the pandemic, I hope we can keep a feeling of solidarity amongst each other. One should not only care about themselves, but also the others as a whole. Die solidariteit zie ik in de betrokkenheid van de Lifelines deelnemers. Zij vullen in grote getalen ons vaak best wel lange vragenlijsten trouw in. Dankzij hen ligt er nu een goudmijn aan gegevens die nog steeds groeit en waarvoor we nog heel lang de vruchten zullen plukken.